Mooie wedstrijd, zware omstandigheden. Finish uiteindelijk met een klein groepje. We waren met 9 renners vooruit. En op kasseitjes. En ik lag inderdaad best in een goede positie op 30 meter voor de finish. En op dat moment komt mijn achterwiel omhoog op een keitje. Begint te slaan en ik probeerde te corrigeren in de correctie. Dat ging eigenlijk nog best aardig, maar land ik met mijn voorwiel in de hekken en lanceer ik mezelf tegen de grond. Ja, op volle snelheid. Het zag er angstaanjagend uit. Ja, nou ja, ja, je bent daar dan zelf natuurlijk aan het sprinten. Dus voor mezelf is het ook schrikken, maar misschien nog meer voor degene die het dan zien. Ik ben niet buiten bewustzijn of zo geweest. Dus dan is het gewoon een val die je bij het wielrennen hoort. En dan is het kijken, jezelf wel overeind te zetten en kijken wat de schade is. En het valt gelukkig mee. Ja, want hoe groot is de schade? Nou, de linkse flank die in de hek is gekomen, die is wel een beetje blauw. En het is wel gevoelig, de linkerarm voornamelijk. Maar er zijn wat kreuzingen en dat komt wel weer goed, even door de pijn heen. Maar dat zal even de komende paar dagen zeker herstellen zijn om in ieder geval niet de schade erger te maken. Nee, geen streep door de road to Rio? Nee, wat mij betreft zeker niet. Het was natuurlijk wel, dat was wel even schrikken van ja, als je een breuk hebt, dan wordt het een ander verhaal. Maar dit herstelt snel genoeg. Ja, ik heb wielrenners minder spectaculair tussen aanstekens zien vallen. En die hadden al snel een sleutelbeenbreuk of andere breuken. Hoe sterk ben jij dat je dit zonder noemenswaardige schade overleeft? Ja, dat heeft denk ik niks met sterk te maken. Dat heeft met een beetje mazzel en uiteindelijk heb ik de eerste klap opgevangen in de hekken. Wat ten eerste misschien de schade veroorzaakte, maar heeft misschien ook wat ernstige schade tegengehouden. Ik ben geland en vervolgens de schaafwonden vallen eigenlijk mee. Alleen wat blauwe plekken. Ja, en hoeverre dwarsboomt het je trainingsopbouw naar Rio, naar andere wedstrijden? Nou, ik rijd komende week een 3-daagse in Luxemburg. Nou ja, dat is even afwachten hoe het dan gaat en hoe ik mijn stuur kan vasthouden. Maar in principe staat die nog steeds op de planning. Deze week is de training natuurlijk wat aangepast. Gaat niet meteen weer volle bak door kunnen. Maar op zich ben ik blij met hoe ik hier uit die strijd ben gekomen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe gaat het verder met je? We hebben jarenlang het ene succes na het andere kunnen bijschrijven. Afgelopen jaar wat gekwakkeld, nu op de weg terug. Hoe ver sta je? Hoe ver ben je? Ja, nou, het ging eigenlijk heel goed en het gaat nog steeds heel goed. Tenminste, dat zet ik gewoon door. Daar ga ik vanuit in ieder geval. Maar ja, ik ben blij met de vorm die ik nu heb. Gisteren was een zware wedstrijd en lag ik best in een aardige positie tot 25 meter voor de streep. Dus dat neem ik in ieder geval mee als een goed bericht van gisteren. De wedstrijd die verliep goed. Waalse Pijl vorige week, een van de zwaarste wedstrijden op de kalender. Zat ik mee tot diep in de finale. Kon ik ook echt wel goed meespelen, goed mijn werk doen voor de ploeg. En dat is verder dan ik eigenlijk een maandje of twee geleden had kunnen denken. Misschien zelfs kunnen dromen, want het was toch echt wel, ik moet van ver komen. En wat mij betreft lig ik zeker op weg. Ja, wat ga je de komende maanden nog doen? Wat zijn je piekmomenten? Ja, het absolute piekmoment moet natuurlijk Rio zijn. Maar wat is in grote lijnen je opbouw naar dat ultieme doel? Nou, ik heb nu gewoon mijn wedstrijdprogramma met wekelijks koersen. Met de mooie wedstrijden die eraan zitten te komen. Er zitten geen grote piekmomenten. We hebben in juni de Nederlandse kampioenschappen. Wat natuurlijk een belangrijke wedstrijd is. De komende weken verder aan mijn vorm werken en dan zorgen dat ik op tijd in orde ben.